Dus zijn we aangekomen bij de fontein Oortwolk in Franeker. De fontein is een ode aan de wereldberoemde in Franeker geboren astronoom Jan Hendrik Oort. Een van de parels is zilverkleurig, als de kleur van de maan. Een ander is verguld, de kleur van de zon. De Oortwolk zelf is een nevel van fijne druppeltjes die vanuit een goudkleurig gaaswerk in de schaal vallen. We staan nu in Balzwart bij de vleermuis. Vleermuizen zijn intrigerende, nuttige dieren die met hun jacht op insecten cruciaal zijn. De vleermuis staat in de Aziatische cultuur symbool voor rijkdom, geluk en een gezegende ouderdom. Bij ons symboliseert hij zowel duistere krachten als de positieve, reddende kracht. Dat past prachtig bij de afgebrand Broerenkerk. De stad Elst is ontstaan. De oude, grotendeels verwilderde stenzenplanten zijn tekens van die onzichtbare onderlaag en van de rol van de mens bij de ontwikkeling daarvan.
verbindt bloeiende stinsenplanten als element uit de Friese natuur met een oude vorm van Japanse bloemschikkunst, Ikebana. Hij symboliseert de eeuwige verbintenis tussen mens, cultuur en natuur. De overvloeiende hoorn symboliseert de materiële welstand van de gelukkige die ermee in aanraking komt. Maar de gouden bal draait voortdurend om zijn as, zodat het water, net als de toestroom van het fortuin, een onberekenbare kracht wordt. De overvloed die zich toevallig over ons uitstort, kan ons door het lot even snel weer worden ontnomen.